natuurlijke voeding slaat nergens op. Dan moeten we hem zelf gewoon vogels laten vangen. Ja. Dus ik ben altijd voorzichtig met die term. Ja. Geleden waren er in Nederland 1 of 2, misschien 3, 4 merken te krijgen aan honden- en kattenvoeding, biologisch. Er is 1 merk bestaat al jaren en die is ook echt heel groot. Maar je ziet nu in 1 keer de afgelopen paar jaar dat de hoeveelheid aan merken, het aanbod wordt echt groter. Dus het begint nu, bijna alle reguliere merken hebben nu ook een biologische variant in het assortiment. Je ziet bij Albert Heijn bijvoorbeeld ook, hè. Dus in de supermarkten zie je ook dat biologisch naast de gewone opties is. Ik denk dat, nou zonder te liegen, wel de helft van de honden in Nederland op een niet passende voeding zit. Dus wat ik net zeg over de verschillende rassen die verschillende behoeftes hebben. Activiteit bijvoorbeeld, of vacht. Of dat mensen daar eigenlijk helemaal niet goed naar kunnen kijken. En dat bijna alle honden op een voeding zitten die helemaal niet past bij het soort hond. Ben met voeding bezig gaan houden omdat ik zelf heel erg zwaar migrainepatiënt ben. En met voeding ben ik heel erg aan de slag gegaan. En toen kwam ik erachter dat een van de stofjes die dus in de gewone voeding zit heel erg mijn migraine triggert. En voor mij was het heel makkelijk, want dat stofje mag in biologisch eten niet gebruikt worden. Dus voor mij was dat een soort van makkelijk winkelen. Dus voor het eerst hoefde ik geen verpakkingen te lezen en zo. En toen ben ik me gaan verdiepen in biologische voeding. En toen kwam ik tot de conclusie, als je meer weet over voeding kun je eigenlijk gewoon niet anders dan biologisch eten. Ja, het valt me op dat mensen eigenlijk heel weinig nadenken over biologisch eten voor dieren. En heel veel over biologisch eten voor zichzelf. Wij zien een forse toename in de vraag naar vegan voer en vegan producten voor dieren. En specifiek voor honden en katten. Voor paarden is het natuurlijk redelijk evident. Die ga je geen vissen voeren. Ik wou het net zeggen. Maar voor honden en katten zien we echt een toename in vraag naar vegan. Mm-hmm. Ervaar jij dat ook zo? Het is een beetje lastig te zeggen, omdat de winkel nog niet zo lang bestaat. Wat ik wel zie is dat mensen wel steeds meer erover na gaan denken of het kan. Dus ik krijg wel steeds vaker de vraag van, goh, zou mijn hond vegetarisch kunnen eten of vegan kunnen eten of de kat? Ja. Dus dat, ik denk wel dat die... in ieder geval het bewustzijn van de mensen daar wel steeds meer mee bezig is. Ja. Denk je dat het mogelijk is, vegetarisch en vegan voor honden? Ja, voor honden sowieso. Het is, en dat kun je ook wetenschappelijk onderbouwen. Het is namelijk vegetarische of veganistische voeding zitten gewoon de stofjes die een hond nodig heeft om gezond te blijven. Bij katten is dat wat lastiger, want bij katten zitten er een aantal stofjes in die niet in plantaardig materiaal zitten, zoals we dat noemen. Maar bij honden is het voor zeker volwassen honden geen probleem. Voor katten is het lastiger. Vind je dat niet ook een vrij ethisch vraagstuk worden? Want dan ben je eigenlijk met een hoop kunsten, vliegwerk, een complete voeding aan het maken. Hoe natuurlijk is dat voor een kat? Nou, dat is inderdaad, ik vind het een hele goede vraag. Dat is ook een van de redenen dat ik zelf geen vegan voer voor katten verkoop. Omdat ik krijg natuurlijk vaak de vraag van, oké, we hebben het over dierenwelzijn. We hebben het over dierenwelzijn in de breedste zin van het woord. Dus dan gaat het ook over de dieren die je voert. Als je een vleeseter in huis haalt, is één kant. Als je een vleeseter in huis haalt, dan moet hij vlees eten. Dat vind ik niet per se. Wij mensen eten van nature ook af en toe vlees. Mm-hmm. Maar wij kunnen ook prima zonder. Nou, bij de meeste honden is dat ook zo. Maar een kat is wat wij noemen een obligaat carnivoor. Dus die moet de stofjes uit vlees hebben. Vind ik ver gaan. Het kan, in theorie kan het. Alleen, ik denk ook wel dat het een vraag is die iedereen voor zichzelf moet beantwoorden. Vind je dit nog natuurlijk? Ja, dat is waar. Dat is, want hoe natuurlijk is een hond die in huis leeft nog? Heb jij een algemeen advies voor mensen die ook bewuster willen omgaan met niet te veel dieronvriendelijk vlees voeren aan hun carnivoren?
Nou ja, er zijn. Ik antwoord meestal als ik die vraag krijg, dat je gewoon je prioriteiten moet vaststellen. Dus je moet gewoon eigenlijk vaststellen, wat wil ik nou eigenlijk van een hond- of een kattenvoeding? Nou, als de vraag is of een hond vegetarisch kan eten of veganistisch kan eten, dan zeg ik ja. Je moet wel even kijken naar het type hond en de leeftijd van de hond. Dan is dat denk ik je meest diervriendelijke optie. Een van mijn twee honden eet veganistisch al jaren en dat gaat ook gewoon hartstikke goed. Sommige honden zijn daar niet geschikt voor. Maar er zijn ook een heleboel tussenoplossingen. Ik krijg altijd het gevoel dat mensen willen of zwart of wit, of ja of nee. Ja. Je kunt natuurlijk ook een hond minder vlees geven. Maar je kunt ook diervriendelijker vlees. En dat is waarom wij dus een biologische dierenwinkel hebben. Omdat minder vlees, diervriendelijker vlees, is een hele mooie tussenoplossing eigenlijk. Ik ben namelijk zelf geen vegetariër, maar ik eet geen vlees. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen. Want ik eet heel af en toe een stukje. Enigszins, nou, diervriendelijk vlees bestaat niet, nee. Maar diervriendelijker of minder dieronvriendelijk vlees. Ja, precies. Ja. En minder belasting voor de planeet ja, ook. Ja, want je kunt namelijk ook een deel van het dierlijk materiaal vervangen. Dus wat je heel erg ziet is dat mensen op het moment heel veel vlees in het voer willen hebben, omdat er een fabrikant... 100% bij wijze van spreken. Ja, hoe meer vlees, hoe beter. En dat is ook niet per se waar. Dus dat hele grijze gebied vinden mensen vaak een beetje lastig om over na te denken. Maar alle opties daartussen kunnen. Ja. En ik vind het ook mooi dat je zegt, inderdaad, mijn ene hond eet veganistisch en de ander niet. Ja. Dat is ook zo individueel. Ja, maar dat is ook wel een bijzonder vakgebied daarom. Dus ik weet niet of jullie dat ook merken, maar dat de meest fanatieke mensen... over vers vlees bijvoorbeeld, of over hoge vleespercentage in voeding, zijn vaak de mensen die zelf veganistisch zijn. Ja. En dat vind ik een hele... Merk je dat ook? Ja, of is dat... ja, ik kom dat wel regelmatig tegen, inderdaad.